Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Mediaraven en Garage Eddy van Wonderen. Welkom bij Blue White Breakdown, een podcast gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Vandaag geen gewone aflevering, nee, want we zijn eigenlijk gedaan met seizoen 2, maar het is een special. Zoals vorig jaar doen we eigenlijk een beetje een transfer special. Alleen dit jaar pakken we het iets anders aan, omdat we in het begin van de transferperiode zitten en eigenlijk nog maar één transfer officieel hebben gedaan. Hebben we twee specialisten aan tafel, twee mensen die niet onbekend zijn voor de luisteraars. Jullie zijn hier altijd wel eens geweest, welkom Michael en Elijah. En ik zit hier ook met mede-host Seppe. Dank u. We gaan dus eigenlijk vandaag eigenlijk een beetje Gent proberen te verbeteren. Of ja, dat gaan de twee mannen recht tegenover mij proberen. Want jullie, ja, jullie zoals de meesten wel weten, zijn wel meer bezig met het scouting van voetbal dan de gewone voetbalsupporter zoals Seppe en ik. Maar zeg eens, Michael, hoe is het met jou? Ça va. En met u? Ça va. En met je werk? Ja, ça va. Momenteel nergens echt bij bezig, ja. Maar ja. Proberen via deze aflevering bij Gent binnen te geraken. Wie weet. En Elijah, dat is lang geleden ondertussen. Ja, bijna een jaar geleden. Welkom terug. Hoe is het met u? Ça va, nog steeds moe. Ja, nog steeds moe. En nu zeker na heel deze problemen met de podcaststudio. Ja, je ziet de evolutie, hè. Zelfde stoel, hè. Zelfde stoel. Maar wel een nieuwe camera-standpunt. Ja, dat wel. Of weet je ervan? Is wel top, man. Ja, is wel top, mijn beeld. Ben je nog altijd actief bij Malmö? Ja, nog steeds. Ben je er gelukkig? Altijd. Ja. Eerste geworden. Ja, kampioen. Champions League voorrondes. Ja. Hoe ziet de toekomst er voor jou uit? Dat weet ik nog niet. Nee. Ik weet niet eens wat ik morgen ga doen. Oké, kijk. Bedankt dat jullie worden komen, mannen. Geen probleem. Dus echt meteen met de deur in huis vallen. Gent heeft zijn eerste transfer aangekondigd. Officieel, eigenlijk wisten we het al langer dat het officieel was. Gudjonsson, een IJslandse spits van rond in het begin de 20. Heeft gisteren ook gespeeld de wedstrijd tegen Engeland. Daar heb ik hem wel gekeken. Ik vond hem wel goed spelen. Engeland die ook verloor met 0-1 dankzij een goal van geen onbekende voor de Belgische competitie. Hoe spreek je zijn naam uit? Iemand die het... Torstein Ston ja. Van Leuven. Wel een heel mooie goal van hem. Dat wel. Prachtig. Wat vinden jullie van Gudjonsson? Ja, hij is het. Dat is Urië, Scandinavië. Ja, goede spits. Maar, moet ik zeggen, hij heeft relegation zone gespeeld. Dus hij heeft niet tegen de big teams gespeeld in Denemarken. Wel topschutter met 13 goals. Maar voor de rest wel een goede type spits. Voor Franken en ook voor Gent zelf. Ja. Goede off-ball movement, goede kopduel, een killer in de box. Ja. Allee, ik was blij met de optie. Want in de winter was er rare opties als spitsen. Dus voor de rest, ja, zien afwachten, nog niet veel druk zetten. Dus kom maar goed. Ja, en kunnen jullie Gudjonsson een beetje beschrijven wat voor spits hij is, wat we van hem moeten verwachten? Met welke soort spits kun je hem vergelijken? Is hij meer een target spits? Want hij is meter iets target. In de 80, nee, maar hij is nu wel niet echt zo'n opvallende spits. Geen target spits. Is het een type dat we hebben gehad bij Gent? Of is het ieder... Ja, dat wel. Ik dacht misschien even Sorloth. Ja, maar, dacht ik ja. Ook. Sorloth, maar zo echt zo, ja, en zo echt zo wel centraal, want Sorloth ging vaak ook naar de flanken. Ja. Dus daar een beetje movement zoeken. Maar die is echt zo meer zo echt zo centraal en misschien zo rechtscentraal, linkscentraal, maar zo. Niet echt veel. En wat vinden jullie van de prijs? 3 miljoen en een 5-jaar contract. Denken jullie dat dat een fair prijs is, 3 miljoen? Ja. Ja, denk het wel. Maar 5 jaar is ook max contract. Ik wist niet eens dat er daar een limiet op stond. Ja. Dat is wel gek dat je dan hem voor 5 jaar kan vastleggen. Lyngby heeft hem ook gewoon pas verhuurd van Zweedse... Noordkoping. Noordkoping, ja. Die hebben pas hem in de winter overgekocht en die is al meteen ook vertrokken voor hem. Dus eigenlijk zonder echt een officieel wedstrijd buiten gespeeld te hebben onder... Onder hun officieel contract hebben ze alsnog wel 3,5 miljoen gevangen. Ja. Maar ik denk dat het wel een faire prijs is. En denk, de prijs zal wel de hoogte ingaan als hij goed begint te spelen bij ons. Ja, sowieso. Denk je dat het echt een speler is voor de toekomst, ook voor IJsland zijnde? Het is altijd ver shotten, dus... Ja, dat weet je niet, hè. We moeten afwachten, gewoon kijken. Hij moet zo getest worden in de... Ik heb meer matje gezien bij de degradatiezone dan zelfs... Tegen een Kopenhagen, Midtjylland. Dus dat is eigenlijk zijn eerste echte test. Ja. Om een stap naar voren. Bij de big boys. Ja. Oké. Speelde hij in een
twee spitsensysteem of alleen in de spits? Afwisselend. Afwisselend. Hij kan ook. De eerste keer in Engeland dat hij echt zo tegen Engeland dat hij echt alleen stond. Ja. Dus. En waar vinden jullie hem het beste? Met één of met twee? Ik vind hem persoonlijk met twee. Ja. En zou je hem dan met Pardo zetten? Of denk je dat je daarvoor een beetje... Dat zijn Pardo en hem is eigenlijk zo twee hetzelfde, want die lopen graag... Ja. Die lopen al bij graag. Ja. Dat is eigenlijk zo echt zo een targetswit, zoals bijvoorbeeld Kanga, waarover wordt gesproken, of Ementa. Ja. Dan eerder zo'n spits erbij halen dan. Dat wel, ja. Ja. Oké, kijk, maar dan gaan we direct verder naar waarvoor we eigenlijk gekomen zijn. Jullie twee hebben voor ons Gent eigenlijk gerebrand. Jullie hebben jullie scoutingbrein aan laten kraken en een heel nieuw team opgemaakt. We gaan dat eens bespreken. Jullie gaan wel echt mogen in detail gaan, want wij kennen waarschijnlijk de namen niet. Dus wie wilt er van jullie twee starten? Ben Heimer. Ja, mag beginnen. Moet ik dan volledig mijn elf zeggen? We kunnen gewoon al bij per positie afgaan. Ja, we zullen elke positie doen. Ik zal dan beginnen met de keeper. Ja. En ook zeggen, als jullie er geen zouden veranderen of, op die positie. Ja. Ik zal beginnen met mijn keeper. Dus ik had Gunnarsson, zo'n IJslander. Is dat die bij die Brentford zit nu? Nee, dat is een andere. Ah. Gunnarsson bij Viking. Hij is echt een goede shotstopper, goede met zijn voeten. Ik zal dat persoonlijk... Hij is persoonlijk beter dan al de keepers van Gent. Ja. De volgende had ik Penders. Ook een keeper? Ja, van Genk. Van Jong Genk. Ja. Als... Is dat nog een andere keeper? Want er is een keeper van Jong Genk naar Union gegaan. Nee, die was altijd bang zitten. Dat is Vic Chambard. Ja, Chambard of zo. Maar die speelde maar vier wedstrijden de afgelopen twee jaar bij Jong Genk. Dus ja. Het is ook geen geweldige naar. Het gaat geen vervanger van Maurice zijn of zo. Maar Penders is wel sowieso een goede optie. Maar ik weet niet of dat Genk hem zou willen hebben. Is dat de eerste keeper van Jong Genk? Ja. Ja, oké. Dat is van 06 of 07? Ja, 06. En ik denk dat Genk ook een nieuwe keeper gaat halen. Of ze gaan van Kronbrugge als eerste. Dus ik denk als developing stap bij Gent. Ja. Dat toch wel top is. En als iets heb je nog... we hebben nu nog steeds drie keepers met een contract. Best lang nog wel. Naar die denk ik niet. Naar die stopt en roef is een jaar. Hij roeft nog een jaar, dus dan kan je hem bijvoorbeeld afwisselen, bijvoorbeeld een beker laten zetten of echt gewoon laten begeleiden door de twee meer ervaren keepers. En dan heb je voor volgend jaar een keeper. Maar wat zouden jullie doen met de keepers? We hebben er nu vier eigenlijk. Wie zou je verkopen? Wie zou je houden? Ja, dat die is sowieso weg. Ja. Roef zou ik nog houden. Echt nog een jaar. Voor beker of zo. En dan gratis wegdoen. Ja. Ik denk niet dat iemand nog een bot zou zetten voor Roef. Zou je voor 3 miljoen hem niet kunnen doen? Nou, 3 miljoen nooit. Ik denk zelfs niet eens voor 1 miljoen, denk ik. Ik denk dat misschien deze zomer nog 1 miljoen zou kunnen voor krijgen. Maar misschien zo'n echt zo low table. Ik denk Kevin Mechelen als Koeken weggaat. Ja, maar dat is boord zoiets. Ja. Een switch Koeken voor Roef. Ja. Maar bij keepers, ik zou een nieuwe keeper halen. Ja. Ook wel misschien meer aan de jongere kant. Bijvoorbeeld Kalinic, toen hij bij ons kwam, was hij ook jong. Ja. En hij is echt wel ontwikkeld. En toen de stap naar Aston Villa zette. En eigenlijk, sindsdien is het alleen maar downhill gaan voor hem. Maar daar kijken we niet naar. Naar onze periode en hoe dat we op hem gecashed hebben. Maar zouden jullie stoppen met het systeem van twee keepers? Want persoonlijk ben ik daar echt tegen, met twee keepers. Ja, als ze jonge keeper is, dan zou ik het wel voorstellen. Het ideale scenario om een jonge keeper te laten doorgroeien. Hè? Ja, dat is wel... We spelen heel veel matchen. Waarschijnlijk gaan we dit jaar ook heel wat Conference League matchen spelen. En dan de beker. En dat is wel het moment om een jonge keeper wat matchen te gunnen. Want om die direct eerste keeper te maken, zeker als je 2006, 2007 is, is dat wel een risico om die zomaar in de basis te zetten in de Pro League. Dus ik denk dat daarvoor dat zo'n twee-keepersysteem wel handig kan zijn voor de jonge spelers. En dan ook wel... Want gelijk dat we nu hebben met Roef en Nardi, daar ben ik ook geen van, omdat die eigenlijk alle twee ongeveer even goed zijn. Dus die voelen constant concurrentie. Maar als dat echt is met een ervaren keeper en een jonge keeper, dat die gewoon weten dat dat heel het jaar zo blijft, lijkt het me wel gewoon voor beide keepers een mooi scenario. Zeker niet met Roef, als die gewoon nog een jaar zou kunnen uitspelen en een andere jonge keeper die een beetje kan opkomen. Ja. Denk ik dat dat op zich wel nog een systeem is dat oké kan zijn. En zouden jullie de Schrevel meer gebruiken? Of het is toch de Schrevel of is het... Te weinig gezien ook. Maar die is ook al bijna 21, 22. Mm-hmm. Ja. En het
het is ook gewoon, er is nooit een mogelijkheid gekomen om hem echt zo te laten gebruiken. Want er was altijd wel een betere keeper beschikbaar. Dus. Ja. Zouden jullie, want binnen hoeveel jaar zal dat zijn? Ja, binnen 3 jaar misschien, Bas Evers van de U18, denk ik dat het nu is. Zouden jullie hem ooit echt eerste keeper maken bij Gent? Want hij is wel echt promising talent, wordt hij genoemd. Dat is goed om te zeggen ook, hè. Ja. Dus nou eerst nog zien bij jouw Gent. Ja. Al was die niet kampioen gespeeld ook, Bas Evert, dit jaar? Nee, ja, met dit jaar is Genk kampioen was geworden. Genk was kampioen U18. Oké. Ik dacht dat die... U16 was kampioen op U15, dacht ik. Mm-hmm. Ah, ja. Maar ook wel eens met zo die Jong Gent ploeg, gelijk de Schrevel, ik heb die dit jaar 2 keer gespeeld met Jong Gent, en die was wel oké. Maar mocht dat ook wel niet vergeten dat hij echt 2 niveaus lager is. Ja, dat ook. Bas Evers speelt bij de U16, dus hij is wel kampioen. Ja, toch wel. Ja, maar dan is het wel nog... Dan heeft hij echt wel een lange weg te gaan. Dan moet je eerst nog stappen zetten naar Jong Gent, en dan moet je daar, vind ik, wel echt uitblinken om tot eerste keeper of tweede keeper bij Gent te kunnen worden. Maar hij heeft wel al een profcontract getekend bij Gent. Ja, oké, okay, maar je kunt bij Jong Gent goed spelen, maar dat is niet genoeg soms om in de eerste ploeg van Gent te komen. Van Outer, die was kapitein, heeft ook nog goed gespeeld, die is vertrokken. Die is vertrokken naar Lokeren, terug. Ja, het niveau daar is ook jammer, hè. Als Jong Gent in B zat, ook veel beter voor de jeugd. Inderdaad. Ja. Want eerst amateurs, ik zei persoonlijk, dat is niet echt een niveau van... Nee, allee, zo'n tripje naar Heist of zo, of naar zo'n middle of nowhere in Wallonië. Wat jammer eigenlijk, hè. Want ik denk wel dat Jong Gent die kans had, maar dat ze vooral veel gelijkspellen hebben gehad op na januari was dramatisch. Ja. En we hadden ook de kans toen dat eigenlijk het hele systeemformat veranderde. Maar toen waren we een punt tekort. Ja, met de allerlaatste wedstrijd van de jeugdcompetities. Inderdaad. Toen hadden we denk ik zelfs gejoked op de laatste speeldag. Ja, Standaard heeft u nog net boven ons geëindigd. Ja. Uiteindelijk is Standaard er ook wel uitgezakt. Dus ja, ik denk ook zeker. Wel dat ons jeugdploeg in 1B zou afzien. Ja, en dat seizoen, als we toen waren, dan wel sowieso. Dan waren we zeker laatst. Onze jeugd is heel hard aan het evolueren in een positieve richting. Maar we kunnen ons echt nog lang niet vergelijken met ploegen als Jong Genk, Unlight Futures, maar die Club Next. Die produceren elk jaar 5-6 talenten. Maar die investeren ook veel meer. Hè. Als je Ordóñez, die was gehaald voor Club Next in eerste instantie. En daar betaalde Club Brugge denk ik 2-3 miljoen voor. Ja. Mm-hmm. En Gent kan dat echt niet zich permitteren om spelers van 2-3 miljoen te kopen voor in onze jeugd. Jong Gent ploeg. Inderdaad. Dus daar lopen we heel hard op achter. En net daarom denk ik dat het zo belangrijk is om zo snel mogelijk toch stap naar 1B te zetten. Dus het zal wel een belangrijk seizoen worden. Maar er is denk ik ook nog geen coach voor Jong Gent. Nee. Veel sterkhouders zijn ook weg. Ja. Zonder een replacement. Dus, Abdullahi zal nog vertrekken. Ja. Wat ik wel jammer vind. Ja, dat is heel jammer. Ja, dat is echt een goede spits. Maar die moesten ook meer kansen krijgen hebben dit seizoen in de Jupiler Pro League. Die hadden geen spits. Ja. Nee, dat is raar, maar okay. Alleen maar één invalbeurt bij SCV. Als ze met 10 man stonden ook, dat is heel ondankbaar. Ja, je kunt dat zo niet tellen qua prestatie, want hij komt in en hij zei al sowieso een nadeel, want je bent met een man minder. Ja. Okay. En alsnog heb je wel prima gespeeld in die paar minuten dat je kreeg. Dus volgende positie, jongens. Of moet hij niet? Ja, ik had ook nog keeper. Ik dacht dat jij de tweede keeper had gezegd. Nee. Nee. Ik had er gewoon tegen. Ik heb voor keepers eigenlijk niet zo hard gekeken, want dat is alleen niet de makkelijkste positie. Maar ik had Mio Backhaus, keeper van. Hij is van Werder Bremen, maar hij was verhuurd naar FC Volendam. Die zijn wel gedegradeerd dit seizoen in de Eredivisie. Maar als die er niet stond, dan waren ze echt. Hadden ze een dramatisch seizoen gehad. En hij is ook jong, maar ik denk dat Werder Bremen volgend jaar wel gebruik van hem gaat maken in de Bundesliga mogelijk. Dus is realistisch is het ook weer niet. Een Duits-Japanner inderdaad. Ja, inderdaad. Hij heeft op 34 wedstrijden wel 80 goals binnengekregen. Ja, maar die hadden echt de slechtste verdediging by far. Volendam, dat is wel echt... Hij heeft wel 1 zieke match gespeeld tegen Feyenoord. Inderdaad. Zo had hij echt 10+7 of zo. Dat echt... waren van, het is wel een goed talentvolle keeper, maar om echt zo, hij zou wel, denk ik wel goed doen bij ons, maar het is wel niet echt realistisch, vind ik. Maar zo naar die doelpunten per match, je mag wel niet te vaak kijken ook, want inderdaad, ik weet nog dat van Krombrugge, denk ik, toen hij bij Eupen zat, had hij ook heel veel tegendoelpunten als keeper,
Maar uiteindelijk, ja, dat is toch wel gewoon meer dan de eerlijke keeper gebleken. Ja, want je moet ook daarvoor moet je echt gewoon kijken naar hoe de defensie zelf presteert. Want het kan zijn dat ze echt genoeg fouten maken of zo. En als je als keeper daar gewoon niks aan kan doen, of gewoon echt mannen doorlaten, waar je denkt van, wat doe je? En ja, dus het is niet altijd heel... niet altijd naar de stats kijken, zou ik zeggen. Oké. Okay. Nog een keeper of doen we volgende positie? Volgende. Wat doen we centraal? Hebben jullie afgegaan op 4-3-3 of hebben jullie een andere opstelling? 4-3-3. Dus twee backs en twee centraal verdedigers. Ik zal gewoon de twee backs doen, links en rechtsachter. Mm-hmm. Linksachter had ik Svensson van Nordjylland. En rechtsachter had ik Sieke. Ja, Sieke. Ik had als rechtsachter Dwe van Victoria Pilsen. En als linksachter had ik Vdovic van Jagiellonia. Dat is Polen, hè? Polen, inderdaad. Ja. Daar hebben we nog een paar jaar geleden tegen gespeeld in een kwalificatieronde. Ja. Svensson die speelt bij Besiktas, zie ik. Ah, die is getransferd, hè? Ah ja, juist. Dus, ik heb nog een andere, optie. Ik had Jordan Bos van Westerlo. Ken ik al. Jordan Bos. Ja. Dat is wel een interessante, denk ik. Ja. Ik vind links en rechtsachter wel belangrijke posities, maar ik denk dat ze wel alle twee gaan veranderen naar volgend jaar toe. Meer defensief. Ja, ik denk dat Brown gaat weggaan, eerlijk gezegd. Ja. Ja, dat is ook gewoon wat er in de media staat. Dus ik denk wel dat er een nieuwe linksachter zal komen. En op rechtsachter denk ik, als we naar een 4-man switchen, denk ik dat Samwaze daar het heel moeilijk gaat krijgen. Ja. Dus ik denk wel dat de links- en rechtsachter posities gaan zijn, waar we binnenkort ook wel echt geruchten zullen onthoren. En die dat zullen vervangen naar volgend jaar toe. Maar en Sika, dat zou heel mooi zijn, maar denk dat dan, is dat niet een beetje onhaalbaar voor Gent? Ik denk het wel, maar met Freiburg, ik denk dat hij ook geen toekomst heeft daar. Ik denk dat hij ook weggaat van Freiburg. Ja. Nu Freiburg ook Champions League geld krijgt. Ik denk dat hij daar persoonlijk daar ook geen toekomst heeft bij Freiburg. Want op zijn positie staat wel dat er iemand zo, een Franse topper, Sidella. Mm-hmm. Dus ik denk ook persoonlijk dat hij ook kijkt naar andere ploegen, zieken. Ja. Maar ik zie wel dat zijn marktwaarde wel op 5 miljoen zit. Dus dat is wel heel hoog, denk ik, voor Gent nog nu weer 5 miljoen te spenden. En je kan dan ook terug proberen een leenbuurt met een optie. Maar ja, als die optie ook weer veel te hoog is, zoals bij eerder vernoemd Sorloth. Tot 30 juni 2024. Dus nu. Nee, maar dat is van Cercle waarschijnlijk. Tot 26. Tot 26. Ja, dat is nog even. Dat is nog even. Twee seizoenen nog. Dat zal, ik denk dat, zoals Sepp het zegt, dat zou een heel mooie transfer zijn, maar ik denk dat dat, denk ik, onrealistisch is. Ja. Financieel onhaalbaar. Ik vind hem persoonlijk echt een van de beste rechtsachters. Ja. In de Jupiler Pro League, zeker zijn crosses, zeer gevaarlijk, ook in set pieces, corners, vrij trappen. Dat is echt een meerwaarde. Ja. Hij is ook maar 21 jaar. En inderdaad, bij Cercle doet hij het goed. Maar dan is de vraag, kan de Gent zo'n bedrag neerleggen voor hem? Maar hij kent de competitie al. Ja, dat is het positieve. Maar ik ben benieuwd, hopelijk. Ik zou er blij mee zijn, alleszins. Ja. Oké, en welke speler is dat jij nog gezegd? Ik had voor rechtsachter Dwe van Victoria Pilsen. Ja. En op linksachter Vdovic van Jagiellonia. Maar die links zijn allebei misschien niet echt haalbaar. Maar het zijn wel twee spelers die ik wel gewoon goed vind. En eigenlijk ook wel bij het type van onze competitie zou, zou vinden passen. Oké. Zijn dat alle twee... wat voor type spelers zijn het? Zijn er eerder aanvallende backs? Of zijn het... ze speelden allebei in een viermans. Dwe kan ook wel meer aanvallend gaan. Dat deed hij ook wel vaker bij Victoria Pilsen. Maar Vdovic gaat ook wel soms offensief. Maar die blijft meer van achter, maar gaat wel naar voren, maar niet heel diep of zo. Ja. Want hij crosst ook wel vaak. Die heeft een lange bal, dat goed is. Set pieces zeker heel goed. Van corner, van vrije trappen, direct scoren. Dat was wel een van zijn main traits, dat ik wel echt gewoon heel goed vind aan hem. En bij Dwe is meestal echt, ik vind dat is een sterke gast. Goed in duels, tackling. Dat echt wel een duel aan kan, want de Tsjechse competitie is wel echt een fysieke competitie. Dus dat is een van de dingen dat ik wel heel goed vind. Ik zie wel dat hij dit seizoen Dwe 48 wedstrijden heeft gespeeld. En 6 goals of assists. Dat is wel
Gent-nummers. Ja, dus dat is wel sowieso goed. Ik zie wel op Transfermarkt dat hij wel meer uitkomt als centrale verdediger. Ja, maar hij speelt wel effectief meer op een rechts. Ja, ja, ja. Want op het einde van het seizoen begon Victoria Pilsen ook in een driemans te spelen. En dan speelde hij wel bijvoorbeeld op de rechtercentrale positie. Maar dan ging hij, was hij wel echt meer een wide defender. Dan. Ja, ja, ja. Wel bijna finale speelt Victoria Pilsen toch? De van de conference, ja, ja, verloren conference, van Fiorentina. Inderdaad. Ja. Oké, dan gaan we over naar centrale verdedigers. We hebben er heel veel bij Gent. Ja. Wie ervan zouden jullie om te beginnen verkopen en wie zouden jullie houden? Toch, Riga gaat sowieso weg, denk ik. Ja, die zou ik ook, denk ik. En... Allee, als er een goed bot is en echt een... Dat je echt zou dan denken van, ja, het is niet echt... Alleen niet onthoudbaar, maar bijvoorbeeld echt een goed bot, dan zou ik zeggen van, ja, verkopen maar. Maar bijvoorbeeld van houden zou ik zeggen, wat de nabijt mag wel blijven van mij, sowieso. Die heeft ook een heel lang contract nog. Ja. Tot 27, dacht ik. Dus dat is wel een van de spelers die ik... Ja. Van de centrale. Ja, Mitrovic zullen we ook moeten houden, omdat we die net hebben gehaald. Ja, die zou ik sowieso houden voor bijvoorbeeld als wisselspeler. Maar dat is ook echt gewoon, die heeft kwaliteiten voor een leider. Echt sowieso, hij kan van die jongere spelers echt zo wat meer opleiden, gewoon helpen tijdens de training en zo. Maar alleen, niet extreem, maar het is wel zo... Zo'n motivator lijkt me wel. En wat zullen jullie doen met Candus? Verkopen. Daar is toch wel... Ik zou hem verkopen. Verkopen? Ja, ik ben echt... Na een jaar? Ik was nooit echt fan van hem, vond ik. Allee, dus... zeker bij hem vond ik hem niet heel geweldig of zo. En zou je hem niet houden en hopen dat we hem voor hopelijk toch wel break-even kunnen staan? Want als we hem niet zouden verkopen, zou het sowieso mijn verlies zijn, lijkt me. Gewoon accepteren. Ik denk persoonlijk dat het een miskoop. Ik denk dat dat ook niet bij Franken past, zo iemand. Ja, inderdaad. Zo'n type centraal verdediger. Ja. Maar zoals ik al zei, het is niet echt een centraal verdediger. Nee. Het was ook niet een topseizoen voor hem. Persoonlijk ook. Ja. Aan de bal is hij ook niet zo wel. Ja. Dus ik vind die ook een beetje traag. Ja, aan de bal vind ik hem echt niet geweldig. Als hij zo echt als een laatste man is en zo. Iets moeilijkere paas geven dat hij onderschept kan worden, dan is het soms wel echt van... Terwijl bij Union deed hij het wel echt goed. Maar dan had hij natuurlijk wel dingen naast hem. Die snelle back, die nu weg is. Nieuwkoop, inderdaad. Ja. Uh-huh. Toen had hij, en ik denk wel dat, hij dat bij Gent misschien wel miste, omdat dat wel Nieuwkoop weegde echt wel heel veel op zijn eigen verdediging. Ik denk ook persoonlijk, zoals Seppe zei, in een viermansverdediging traag, dat dat ook een probleem is. Ja. Zeker in een competitie met snelle spelers. Dat is ook wel een grote nadeel als je niet zo wendbaar bent aan de bal en ook niet goed met je balans bent. Dat ook een mismatch is. Ja. Eigenlijk de enige oplossing dat ik een beetje hoor uit jullie woorden, of dat ik het afleid, is Mokio houden. Hè? Eigenlijk is dat een geweldige speler zijn voor een viermans. Liefst wel, maar ja, als die weggaat, dan wat gaat je doen? Mokio. Ja. Dat is nog altijd het grootste vraagteken voor elke Gent-supporter. Iedereen, ik zelf ook, zoek zijn naam misschien 5 keer op een dag op. om de hoop om gewoon iets van duidelijkheid te krijgen. Want volgens mij weet de jongen het zelf niet. Nee, ik denk dat nog niet beslist is ook. Elke keer als ik zijn huis passeer, denk ik van, blijf gewoon. Hoop briefjes zijn binnensteken in de brievenbus. Ja, want ik had over het laatst wel een stuk gevonden van een... FC Barcelona fan account, maar wel met redelijk veel volgers, dus ik weet niet of ik het 100% kan vertrouwen. Maar volgens de account zou Deco, dus degene die een beetje de jeugd, spelers scout en vastlegt, ik weet niet hoe dat... Begeleid, inderdaad, denk ik wel. Zou een beetje hebben geflopt met Mokio, want ze zouden op dit moment een Braziliaanse centrale verdediger binnen hebben gehaald, ook een beetje dezelfde leeftijd als Mokio en linksvoetig. Ja, van Corinthians, dacht ik. Ja. Ik had dat ergens een koop gezien. Ik hoop gewoon. Maar voor hetzelfde gaat het dan naar Ajax of zo. Dus. Ja, dat klopt ook. Ik zou het gewoon nog altijd liefst hebben dat hij speelt. Maar kijk, als mensen liever het geld boven hun goede kiezen als speler. Zouden jullie het een goede keuze vinden? Om te houden? Als scouten. Ja, wat zouden jullie doen, moesten jullie Mokio zijn? Nou, als je kijkt naar Fofana, dan zou je gewoon blijven. Ja. Nog sowieso even gewoon in het eerste laten spelen. En dan steunt je ook gewoon de club waar je bent opgeleid. Ja, en dan kun je weggaan voor een goed bedrag. In plaats van... Je moet je niet aanpassen. Je kent het huis. Je zit thuis. Ja. En je bent in België. Je hebt volgens mij als je 16 jaar zit en je gaat naar Barcelona. Ja. Hier in België heb je wel je maten en zo. En
Ik heb een beetje een sociaal leven, maar als je dan plots in Barcelona zit, heb je al je familie, oké, ja, maar... Andere taal, op mijn 16 cultuur. Jaar was ik mijn familie ook hier en daar keer een klein beetje beu. En als je dan zo ver zit, dat is wel... Maar ja, bon, het is wel zijn favoriete club, FC Barcelona. Zijn, ja, tuurlijk, ja. Uiteindelijk zo'n grote club. Tuurlijk. Maar als je, ik vind het wel gewoon erg dat, als je, dat je als aanhang een bot wil ik het niet noemen, maar gewoon als je 500.000 op een jaar weigert. Ik vind dat wel... Dat zijn wel echt serieuze nummers voor iemand die 16 jaar is, 500.000, hallo. Terwijl als ik hem zag spelen, zeker op standaard, allez, je zag wel echt dat die jonge talent heeft, maar je zag wel dat er nog heel veel werk aan is. Hij moet nog stappen zetten, hè? Hij moet nog heel veel stappen zetten. Ik bedoel, zijn uitverdediging is goed en zo, en zijn manieren van denken, maar hoe snel dat hij er wordt afgelopen. En, dat is verschil met niveau, hè. Hij heeft nooit tegen de big boys gespeeld, maar op zijn leeftijd... springt hij eruit. Ja. Ja, hij heeft zelf nog geen jong... Allee, hij heeft één match met Jong Hendrik gespeeld dit jaar. Ja. Die heeft zelf nog... Die reeks ook nog niet gedaan. Mm-hmm. Hè. Ja, dus die springt uiteindelijk van... Wat is het? U16? U17? U18? Ja, U18. U18 naar het eerste ploeg. Ja, dat is veel van verschil. Hè. Inderdaad. Ja. Daarom, ik zit... Ik hoop dat deze beelden ooit bij Bokio geraken of zijn aanhang en dat ze dit horen. Maar ik zou het gewoon echt oliedom vinden om naar FC Barcelona eigenlijk in een grote viskom te geraken. Er zijn toch ook gewoon genoeg voorbeelden van spelers die te vroeg die stap maken dat dat mislukt. Ja. En like dat hij zegt, Fofana, wat een van zijn beste vrienden is, heeft het perfecte voorbeeld wat dat hij eigenlijk gewoon moet doen om te slagen. Ja, inderdaad. Fofana heeft letterlijk traject afgelegd, dat als hij dat aflegt, is het ook voor hem geslaagd. En hij kan het zelf op een nog jongere leeftijd doen, dus hij zou hier op zich al op zijn 18 kunnen weg zijn. Met een mooi aantal basisplaatsen. Om dan nu naar Barcelona te trekken, of Ajax, of Leipzig. Maar dan, hoe is het, 100 minuten of zo? Of ja, het is iets meer, 2 basisplaatsen. Ja. Ik denk persoonlijk, als je naar Ajax of naar PSV, dan begrijp ik het wel een beetje. Ja. Dan begrijp ik wel van keukendivisie, zo, Youth League, oké. Okay. Maar als je naar Barcelona, allez, hoeveel talenten... Ja, voilà. Speelt je derde of vierde klasse derde, in Spanje. Vierde klasse. Oké, je speelt wel Youth League, U19, maar voor de rest... Ja... Het is niet heel attractief of zo. Je speelt dan gewoon tegen de lokale ploegen. Ja. Denk je dat er ergens nog een lichtpuntje van een kans bestaat dat hij toch blijft? Nee, ik denk het wel. Ik denk het ook. Als Sam Warmen echt zo goed kan overtuigen en zijn entourage. En dan Frank zal daar ook wel een grote rol in spelen hoor. Ja, inderdaad. Wat hij binnen de plannen past van Frank of niet, we zullen zien. Kijk, ja. Ik heb het ook op de Discord eens gevraagd, en ik ben eens benieuwd naar jullie. Ook nu, Seb, omdat je niet zo actief bent op de Discord, ga ik het ook aan u vragen. Als jullie moeten kiezen, Mokio of Matte Smet? Ja, ik weet jouw antwoord al. Hangt af van positie, want Smet is een 3 at the back. Dan zou ik moeten kiezen, Mokio of Smet, dan zou ik Smet kiezen. Ja. Maar 4 at the back, ik twijfel. Ja. Maar Smets heeft nog niet in een 4 van achter gespeeld, toch? Nee. Nee, nooit. Ja, ik toch ook Mokio. Ik vind ook gewoon dat het leuker... Okay, het is niet altijd het leuke aspect, maar dat dat eigen jeugd is. En ergens vind ik toch ook een beetje dubbel dat een speler die dat in de winter niet wou komen, om dan nu toch nog zo heel de tijd daarachter te gaan lopen. Ik denk zoiets van, oké, hij heeft zijn kans gehad, hij wou niet. Het is heel jammer, want het is een speler waarschijnlijk wat dat ook wel later... veel meer zoveel krijgen dan er nu had voor betalen. Maar ik vind dat nog steeds iets van, als je in de winter je hoesting had om te komen, dat hoeft dat voor mij ook niet meer. Ja, maar de prijs die in de winter was, zal niet veranderen. Hè? De afkoopclausule. Ja, nee, ik weet het, maar ik vind ergens echt dubbel. Als club moet je ook ergens boven die speler kunnen plaatsen en niet heel de tijd hun laten bepalen. Ja. Allee, dat is, de speler maakt de inbeslissing, dat bedoel ik niet. Maar als je niet wil komen in de winter... Laat het dan maar zo. Polot af. Kijk. Ze hebben mij een duidelijk bericht naar Matte Smet. Dus Matte, als je luistert, heb je iemand om te overtuigen als je komt. Ik hoop echt dat Mokio toch nog blijft. Maar ik denk wel, moest hij blijven, dat hij wel, en ik hoop het ook wel, dat hij niet meteen in de eerste ploeg belandt en direct in de basis. Ik hoop wel dat hij zo even in Jong Gent wordt gestoken om... Ja, tuurlijk. Inderdaad, zo dat ritme op te bouwen. Maar dat hij wel zo mee kan trainen met de eerste ploeg, maar gewoon... Ja, wedstrijdritme onder andere en gewoon, ja... Niveau, allee, dat is zo, uiteindelijk is dat ook ervaring. Hè. Ja, maar gelijk wat Seppe zegt, ik spring van de U18 naar de eerste ploeg, dat is echt, hoeveel reeks skipt je wel niet? Dat is, 2. Ja, de laatste keer wie dat heeft dat gedaan, dat weet ik zelfs niet meer. Nee, en die geslaagd is vooral. Ja.
Dat is quasi onmogelijk. Maar bon, ik zou het wel leuk vinden, om daar hier nog om af te ronden. Als Samaze weggaat en hij zou blijven, hebben we wel weer een nieuwe Gent-baby. Ja, inderdaad. Er Samaze, Samaze is al lang geen baby meer, hoor. Maar ja, je verstaat wat ik bedoel. Samaze is bijna Gent-veteraan. Oké, hebben jullie nog centraal verdedigers die jullie zouden halen? Ik heb gewoon eentje. Jacob Rasmussen van Brøndby. Ah, die ken ik, denk ik, Jacob Rasmussen. Ik heb, dan zou ik voor Marcel Ratnik van Olympia Ljubljana gaan. Malmo zat daar vorige winter erachter, dacht ik. Of Ariel Mossor van Piast Gliwice. Jullie gooien hier namen, man. Ik weet echt niet over jullie het hebben. Het ding is, ik heb weinig centraal, want ik waarschijnlijk vergeten jullie hem, Bram Laga, die komt nog terug. Dus. Zou jullie hem basis zetten? Want die doet het wel echt heel goed in. Ik zou hem meteen niet basis zetten, maar wel laten veel spelen. Ja, minuten, want je hebt ook zo'n eerste substitutie. Ja. En eigenlijk, bijvoorbeeld, pak tegen zo'n Kortrijk of zo. Ja. Om dan wel bijvoorbeeld wat dan naar beneden even of zo'n midweekje om een Conference League en daarna. Ja, zetten, zo, wel. Maar hij moet wel echt gewoon minuten krijgen, want hij speelt niet slecht bij Duinkerke. Ja. Hij doet echt heel goed. Ja. Want ook heel die supporter van is enorm fan van hem. Ja, en hij speelt op linksachter ook soms, hè, daar. Ja, inderdaad. En in Nederland waren er ook geruchten dat Willem II geïnteresseerd was in Laga. Peter Maas, ja. En die, inderdaad, die stijgen naar Eredivisie en Peter Maas. Dus dat zou mij wel geen fout gerucht of zo kunnen lijken. Ja. Ik denk dat dat wel echt een optie is. Maar ik hoop dan inderdaad dat hij misschien nog een jaar zou gehuurd worden. Ja. En dan zijn kans bij hen te krijgen, echt. Ik zie wel Rasmussen, dat je had gezegd, Elijah, dat hij 27 jaar is. Dus dat is wel echt al een beetje, alleen niet aan de oudere kant, maar bon. Ervaren. Is dat oké, hè. Watanabe was ook, Watanabe is ook. 27. Die is 27. Maar twee van die mensen. Ik, zou altijd, ik vind altijd zo één zo een beetje aan de oudere kant en echt zo één jongen. Maar 27 is niet oud, hè. Hoe centrale verdiener? Ik vind het wel. Nee, dat is wel een goede leeftijd. Is het net als een prime? Ja, in zijn piek. Als je 27 bent, kun je nog 5 jaar op je prime spelen. Ja, maar je moet hem verkopen op zijn prime. Hè. Het is de bedoeling dat je. Nee, maar, eigenlijk niet. Als je als competitie altijd speels blijft verkopen, primes het echt je niveau uiteindelijk niet zo heel. Dat is ook zeker waar. Dus de competitie wordt beter en beter, maar we moeten ook wel kijken dat we niet steeds verkopen. De speels op een prime denken van we gaan even cashen. Maar we moeten ook gewoon denken van de club moet beter worden, de competitie moet beter worden. Rasmus heeft wel echt een hele waslijst aan de clubs, zie ik. Die man heeft overal gezeten. Ik zie hier Duitsland in Schalke bijvoorbeeld, in Rosenburg, in St. Pauli, Empoli, Fiorentina. Hier in Duitsland, in Vitesse heeft hij ook gezeten en in Feyenoord. En dan nu in Brøndby. En dan speelt hij, dit seizoen heeft hij 33 wedstrijden gespeeld en heeft hij een goal en een assist. Dat is wel toch wel gek als een centraal verdediger, dat kennen we hier in Gent niet. Nee, maar dan de twee namen die jij nog had gezegd. Ratnik en Mossor. Ratnik speelt bij Olympia Ljubljana. En ik vind hem wel een goede verdediger. Het is zo'n eentje die zo van achter blijft. En wel, die is in de eerste squad van Slovenië. Uh-huh. Echt al basisspeler, dacht ik. Dus, had hij mee naar TK dan? Daar heb ik niet gekeken eigenlijk, omdat hij echt al in de select, of hij meer gepakt gaat worden of niet, maar die heeft wel gewoon een heel goed seizoen gedraaid nu. Ook al is Olympia niet kampioen geworden, maar in de wedstrijd dat ik hem bekeek, was hij wel echt sterk bezig. Hij is ook wel redelijk sterk, goed in duels, niet echt heel snel, maar ook niet zo traag of zo, dat hij echt zo achterloopt. Maar zijn marking vind ik heel goed, ook in de build-up is hij heel actief. Ja. Dus dat zijn enkele traces dat ik wel goed vind aan hem. Oké, en dan gaan we over naar misschien wel een van de meest gewilde of meest zotte middenvelders dat we op dit moment hebben in Gent. Want ik denk wel dat we mogen in onze twee handen wrijven, het centraal middenveld. Allee, als er niemand vertrekt, hebben we wel echt een heel goede, stabiele middenvelders voor volgend seizoen. Ik bedoel, persoonlijk zou ik spelen met trio als ze alle drie blijven. Allee. De Saar blijft sowieso, denk ik. Zou ik Gandelman aan honger bijzetten? Ik bedoel, als je met die drie kunt spelen, denk ik dat je. Ik denk dat je vrij weinig betere voetballers dan hen op dit moment kunnen erop zetten. Want hoe blij ik ook ben dat Kums heeft verlengd, ik zie hem wel geen basisplaats meer spelen. Zeker met Gandelman die op zo'n heel aan het spelen is. Maar zouden jullie iets veranderen in het Gentse middenveld?
Ja, ik heb Hong niet meer mijn plannen. Nee, nee ik ook niet. Ik zie hem ook vertrekken, Hong. Ja. Zouden jullie die andere IJslandse de velden die Isaac Berg-Jons, ja. Die ja. Als Remoer was. Dat is wel een Hong replacement, maar hij gaat wel veel geld kosten. Ja. Want even, speelde, dit seizoen speelde hij bij... Düsseldorf. En ja. Hij speelt daar wel echt heel goed. Ja. Maar zij kunnen hem niet betalen door financiële problemen, denk ik, dat ik had gevonden. Ja, en ze zijn ook niet promoveerd. Dus, ja. Ja. En hij wil niet terug naar Kopenhagen, omdat, het daar, omdat hij daar niet echt gelukkig is. En dat zij hem op de bank zetten, ook al speelt hij wel goed. Dus eigenlijk, misschien Gent. Ja, wie weet. Kan iets forceren. Ja, maar als de speler zelf ook wat zou willen forceren, ja, dat helpt altijd. En blijkbaar is hij een goede vriend van Gudjonsson. Dus dat helpt ook altijd. En Vidarsson doet bij ons gewoon. Vidarsson, wat? IJsland is gewoon agent B geworden. Dat is gewoon opleidingscentrum voor. Dat heeft mij echt weer dezelfde vibe als bij het eerste transferwindow bij Anderlecht. Die zijn allemaal Denen begonnen te halen. Dus dat je bij ons bij IJsland is. Ik vind het wel grappig. Allee, dat is goed, hè, want het is niet dat we mindere IJslanders halen. Dus ik vind dat wel leuk. Maar ik denk ook wel echt dat dat een extra overtuiging is. Dat, tuurlijk. Ja, Vidarsson zal die speler wel kunnen overtuigen. Want gelijk nu had ik ook gelezen. Gudjonsson, dat hij heeft mogen debuteren onder Vidarsson bij de nationale ploeg bij IJsland. Dus ja, die zullen wel gesproken hebben. Connectie, sowieso. Ik ging iets zeggen. Hè. Ja, ik vind ook wel bij IJsland, dan er zeker na gisteren te kijken, dat er wel echt een paar heel goede voetballers bij zitten. Die toch wel Haraldsson. Heel goed weten, van Lille. Maar ik denk dat die wel... Ja, die is niet haalbaar. Die kunnen we nooit halen. Ja, die is zeker niet haalbaar. Die ja, hebben dus... ze hebben die voor 15 miljoen gekocht of zo van de Kopenhagen. Ja. Ja. En dat dingen... Die ene jonge spits van Kopenhagen ook, die is toch ook... Orny. Ja, Orny. Stijn Carson, ja. Die is ook echt heel goed. Maar allee, begint al wat, allee, er komen wel meer en meer talenten van het daar, als je het zo kijkt. Het is ook een vrij jonge selectie. Inderdaad. Het is gewoon jammer dat die competitie gewoon echt slecht is. Ja, ja. Breda Blik, dat is hun De ene top ploeg. Benna Blik, ja. Ja, we hebben daar nog tegen gespeeld in Conference League. En dat was geen topploeg. Ja, nee. Ze zijn niet heel goed. Maar, want ja, bijna elk talent dat er is, vertrekt al meteen naar het buitenland. Meestal naar Scandinavië. Ja, hetzelfde klimaat, redelijk. Ja, die hebben daar ook de infrastructuur niet in IJsland voor. Nee, tuurlijk niet. Want dat was, ik weet dat nog met Gent dat we daar zijn gaan spelen. Nationaal Stadion. Ja, het Nationaal Stadion, dat daar een halve ijspiste was, want kunnen we daarheen daar ook een hele rant over had, zoals altijd. Dus ja, denk dat het straks vulkanen. Ja, vulkanen die aan het uitbarsten zijn, IJsland, dus een eiland apart. Zouden jullie nog dingen veranderen in het middenveld? Zouden jullie eigenlijk, Gandelman, zouden jullie daarmee spelen volgend seizoen? Goh, Wat vinden jullie eigenlijk van hem? Want ik vind hem goed, hè, maar ik ben zo van... Ja, want bijvoorbeeld, je kan ook wel upgraden, bijvoorbeeld, wie dat ik heel graag zou zien komen, maar het is denk ik niet, niet meer realistisch, want Feyenoord is erbij gekomen, De Lorge. Ja. Als die zou komen, dat zou eigenlijk gewoon een perfecte fit zijn naast De Saar. Ja, De Lorge. Maar inderdaad, met Feyenoord die er een beetje achter zit, denk ik. Ah, ja, maar dat hebben we al een keer afgetroefd, hè, bij Piontkowski. Dus wie weet. Het ding is dat... Franke gaan met twee speelt en met een team dat meestal zakt. Dus ik denk dat oftewel Gandelman naast de Saar kan spelen. Of en dat we echt dan een 10 halen dat zakt. Lijkt die Isaac dat nog graag zakt. Aha. Maar voor de rest van Gandelman een box-to-box. Ja, ik heb hem nooit gezien als een box-to-box. Want bij Israël U21 was hij een pure 6. Ja. Mm-hmm. Dus Gent heeft hem echt geëvalueerd als een box-to-box. Ja. Kan hij wel beter ook dan de 6. Kees voetballen vind ik niet sterk genoeg om echt de 6 te spelen. Het is echt gewoon meer een breekijzer die gewoon dikwijls als... Mm-hmm. Maar hij is wel echt heel veel geëvalueerd sinds die match. Echt, ik vind als ik naar Gandelman kijk, ik vind hem echt... Hij heeft zoveel kwaliteit eigenlijk. Ja. Volgens mij als die goed wordt opgeleid, dat hij echt wel een hele goede, volledige middenvelder kan worden. Ja, want ik weet nog op het begin van het seizoen dat iedereen vraagtekens had erbij. Maar hij had zo één slechte match gespeeld naast de Saar toen Kums was geschorst of geblesseerd. Ze zeiden in het begin van het seizoen wandelman. Ja. Elke match de meeste kilometers van heel de ploeg. Ja. Zat hij naast Hong helemaal bovenaan. Ik bedoel, maar ik vind hetgene wel met Gondelman, en eigenlijk ook bij Hong dat zo is. Plots staat hij daar. Dat is echt gek. Als je er niet precies op let en gewoon kijkt naar de voetbal. Plots is zo een Gondelman die plots... En die verdediging staat, of die plots op het penaltypunt staat. Ja, de man staat overal. Die lopen enorm veel, alle twee. Mm-hmm. En ik zeg het u, volgens mij heeft hij echt heel veel kwaliteiten om echt een zotse middenvelder te worden. Maar hij moet wel nog veel groeien. Maar ik zou hem echt basis uitzetten. Want veel mensen zeggen wel, als we een goed hoog bod krijgen, verkopen. Maar
Ja, ik weet het niet. Maar, ja, wat is hoogbod? Snap je? 15 miljoen misschien wel, maar... Ja, ik weet niet welke club dat zou dat betalen, 17 miljoen. Ja, ik zou zeggen 7 miljoen. 7. Zou jij hem dan verkopen voor 7 miljoen? 8, 9. Zou ik ook wel niet doen. Nee, ik zou dat niet doen. Ik weet dat we niet veel meer kunnen voor krijgen, maar ik zou hem niet verkopen voor 7 miljoen. Nee, ja, ik zou een goede percentage. Hem halen voor 3,5, toch? Ja, ik zou hem halen voor minimum 12 of zo. Is toch momenteel te belangrijk voor hen om die nu te verkopen voor 3,5 miljoen winst dan? Ja, hij heeft nog een contract voor 3-4 jaar. Het ding is, hij gaat nu anders spelen dan met Heijn, hè. Dat is zeker waar. Ja. Want bij Heijn was hij echt zo'n boxcrash dat hij mag doen, maar bij Frank is het... Ja, maar misschien past het meer bij hem, We weten dat niet eigenlijk, hè. Nou, wie weet. Ja, want oefenwedstrijden aan het zijn, hè. Want als toen hij daar echt... bij Israël speelde hij echt op die 6, maar deed hij het ook wel echt goed. Ja. En als Frank echt mijn echte 6 speelt en hij doet dat, en hij doet het ook beter dan... Ik ben gewoon benieuwd, want ik ben echt een heel groot fan van hem. En ik hoop gewoon dat hij blijft. Ook gewoon als speler. Ik had, dat is iemand die ook houdt van Gent, en dat vind ik wel belangrijk. Ik had als middenvelders Arthur Pietvoort van Westerlo. Ja. En Mukau. Mukau van? Mechelen. Mechelen. Allebei. Ook gewoon allebei in competitie. Toptalenten. Ja. En Mechelen heeft financiële problemen. Ja. Dus... Kunnen we makkelijk... Ja, ik vind wel, op middenveld mag er wel een beetje verjonging zijn bij Gent, misschien. Het belangrijkste moet gewoon zijn een kunstvervanging, want vorige zomer, ik heb het al gezegd, vorige zomer heb je hem te veel laten spelen. Inderdaad. Ja. Die moest er eigenlijk al zijn, dat hij een beetje zijn voetsporen kan treden. Maar misschien hebben we nu wel extra tijd gehad door die contractverlenging van de Saar. Mm-hmm. Toen was het ook wel, dacht iedereen van ja, de Saar gaat hier weggaan, want dit is onmogelijk. En had hij toch nog een contract getekend. Dus nu hebben we wel weer zo'n beetje speelruimte om... Maar het is wel inderdaad echt tijd om een vervanger te halen. Ik denk niet dat Gondelman dat is, omdat Gondelman hij hier ook niet 5 jaar spelen. En ja, nee, natuurlijk. Heeft de voetbalde kwaliteiten ook niet wat helemaal een andere voetbal. Als hij zich goed zou zijn, dan is hij wel in de winter of zomer al weg. Inderdaad. Maar ja, een Gondelman is ook totaal geen Kums. Gondelman heeft niet zo die crosses gelijk hoe Kums het heeft. Nee, inderdaad. Dan zie ik eerder de Saar als vervanger voor Kums. Maar dat is hij ook niet, want hij is helemaal een andere voetballer. Mm-hmm. Hebben jullie nog iemand die jullie op het middenveld zouden zetten? Ik had nog 3 opties. Eentje is Samuel Guidi van Žilina. Maar dat is echt wel zo'n wisselspeler. Maar dat is een jonge Ghanese. Tegen ons? Die speelde tegen ons helemaal in het begin van het seizoen. Toen was hij wel net overgezet van de U19 daarvan. Uh-huh. Maar dit seizoen had hij wel echt een heel goed seizoen gedraaid in de Slovaakse competitie. Yeah. Hij wint heel veel duels, wint overtredingen. Echt een heel goede passer met een hoge accuratie. En ja... Je kan hem eerst zelfs gewoon als wisselspeler gebruiken en uiteindelijk wel gewoon doorzetten naar de eerste. Maar ja, wissel eventueel verhuren. En je hebt wel een prima middenvelder. Ja. En voor op de linker middenvelder had ik eigenlijk 2 Amerikanen. McLean van Philadelphia Union. Die is al gelinkt aan een Belgische topploeg. Ja. Had ik iets over gelezen, maar of het effectief haalbaar is. Ja. Weet ik niet, want Amerikaanse ploegen vragen meestal ook wel een goede prijs voor hun spelers. Want zij moeten niet, ze hebben een financiële fonds, want het wordt allemaal geowned. En de tweede is Aiden Morris van Columbus Crew, als ik niet mis ben. En dat is meer een rechtspoot, maar die speelt wel op links. Maar die is ook echt heel goed in duels, heel hoge passing accuratie. En ze zijn allebei ook met Amerika naar de Olympische Spelen, dus... Ja. Zijn wel ook in Europa te zien zijn. In Frankrijk. Amerika is ook wel echt waar. Ze heeft heel veel aan het investeren in de jeugd hè, en in de opleidingen. Ja, tuurlijk. Dat is daar wel echt aan het beginnen boomen. Ja, het talent is er. Zoals bij Philadelphia Union is er ook een 14-jarige die een profcontract heeft getekend. Amai. 14 jaar? Ja, wow, dat is... ik weet zijn naam niet meer. Maar het is echt wel ook zo van als hij 18 is, kan die echt al naar City gaan of zo. Wat? Zo'n clausule of Amai. Zo. Het is echt zo. Je hebt de draft, je hebt 2 jeugdcompetities, je hebt zo'n tweede league ook. Ja. Je hebt de lagere divisies gewoon, maar ja, zonder promotie en degradatie natuurlijk wel saai is. Ja. Maar dat is daar wel echt aan het developen dat voetbal in Amerika. Als je kijkt ook gewoon, ze halen nu, je kan zeggen Messi en zo, maar dat boeit echt gewoon ook niet, maar ze halen veel meer echt zo Europese mensen in de clubs, dat ze echt zo ervaring hebben van als... Hoe de Europese clubs gerund worden en proberen het traject dat Europese clubs worden geleid na te bootsen. Ja.
En dat zie je wel ook steeds meer. Ja, het enige wat me echt stoort aan Amerika is zo die time difference. Ik kan nooit matchen van gaan kijken. Want, ja, maar dat is bij elke sport. Ja, dat exact. Ook NBA, dan zit ik daar om 3 uur in de nacht naar een wedstrijd van de Boston Celtics te kijken. Zij spelen allemaal ook op één dag, om dezelfde uren ongeveer. Echt? Ja, echt altijd op zaterdag, dacht ik. Met zo, echt zo, ja, East Coast en dan verder, verder, verder. Ik had als optie gratis Alzate. Ah ja. Hij gaat transfervrij, één contract. Dus ik dacht van, misschien een last minute, maar ik heb al gehoord dat clubs al, AZ en nog een andere club in Portugal, Victoria Guimarães, ook al geïnteresseerd zijn. Allee, hij was goed zijn seizoen met Dela, maar nu, ik weet niet. Oké. Maar middenveld kan er wel echt nog wat bij in de breedte toch bij ons. Ja, maar ik ging je eerst nog iets anders vragen, want die gaan we hopelijk, ik hoop daar heel hard door dat die voor ons seizoen wel wat meer wordt gebruikt. Want de vraag is, hoe stellen we hem op, Thibaut de Vlieger? Goed. Want ik denk niet dat hij zal vertrekken. Nee. Ik hoop wel dat we meer van hem zien. Meestal achter de spitsen of rond. Ik hoop hem sowieso, ik hoop om hem meer te zien dit seizoen. Maar ja, hij bereikt wel veel blessures ook, maar bijvoorbeeld. Zijn invalbeurt tegen Maccabi was het, dacht ik. Hij en Sonko was echt... heel goed tegen Brugge speelde die ook, dacht ik, in de beker. Inderdaad. Hij heeft zijn debuut daar gemaakt. Ja, zijn debuut zelfs toen. Die heeft weinig gespeeld, maar wel altijd goed, vind ik. Ja, ik vind hem beter op rechts. Heel veel drive ook. Rechts. Dat hij zo naar binnen komt en dan zo'n overlapping de right back. Ja. Dan ben ik hem wel top, maar ik zie hem niet in het midden. Ik had hem ook als echt zo als bijna een winger bijna. Ja. Als een tien zou ik hem niet... Nee. Maar jullie zouden hem ook gewoon meer spelen, omdat... Allee, dus dat was ook mijn plannen met Jokota. Ja, wissels. En de Vlieger, ja. Oké. Hebben jullie nog iemand in het middenveld die jullie erbij zouden halen, dat jullie zouden veranderen? Ja, één bijna onrealistisch, maar eentje wel realistisch. Ik had Højlund. Dat is normaal, die heeft geen contract meer bij Kopenhagen. Dus ik dacht van, waarom niet? Maar die wordt waarschijnlijk opgepikt door... Ja, wordt gelinkt met Noordjylland en met Frankfurt. Dus gratis dus. En de andere onderdeel is een beetje La Marchal van Cercle. Ja, La Marchal. Maar die wordt gelinkt met Genk. Genk is echt heel veel aan het doen. Die gaan volgens seizoen wel de boomen, denk ik. Dus ja, dingen over... ze hebben toen hem verkocht, Camille van der Perre. Verkocht. Ja. Gratis naar Union. Ja, dat is ook zo één speler dat zo bij Genk zou zijn van, die moest al minuten gekregen hebben, maar niet mijn probleem uiteindelijk. Maar het is wel een goede middenveld dat ze hadden, maar die werd alleen bij Jong Genk gebruikt. En ze verliezen wel, als je zo kijkt, steeds veel meer spelers die bij Jong Genk hebben gespeeld. Ja. Dan zie je ze bij 1B wel echt goed spelen. En bij andere ploegen zoals bijvoorbeeld Sam de Graan bij Lommel, die komt ook van de jeugd van Genk. Maar dat is... Genk jeugd blijft altijd gaan, man. Ja. Dat blijft altijd gaan. Ja. Ik vind dat zo jammer dat dat niet zo Gent is, dat ik zo excited kan zijn. Over zo'n jeugdtalentjes. We hebben er wel, maar... Ja, die zijn nog te jong. Ja, het is zo pas aan het developen. Ja, er is één speler, ik ben zijn naam nu... Jeremy dat, zeker. Ik weet het niet, maar hij wordt ook zo gelinkt aan grote ploegen, maar zijn entourage houdt hem echt zo van... Blijf maar bij Gent. Zo, beide voetjes op de grond. Ja, die zeggen ook zo van, heb je een sociaal leven, heb je school, eerst je school afmaken en dan zien we wel. Dan vind ik maar ik had dat gezien in Discord, dat was zijn pa die zo zegt. Ja, inderdaad. En zijn neef speelde bij Bayern of zo. Ik herinner me zoiets dat er iets inderdaad, gestuurd was. Inderdaad, op de Discord gestuurd. Ik ben benieuwd, want de jeugd van Gent is wel aan het developen van talentjes die er zijn. En ook in de jeugdcompetitie is het steeds beter en beter. Zoals... Kevin de Bruyne Cup finale ook. Ja. Inderdaad. Ja. Terwijl de keeper van Gent vond ik niet zo heel goed. Die had zeker in de eerste wedstrijd tegen Rangers en de tweede tegen Barcelona had hij wel een paar blunders gedaan. Ik weet niet of jullie de wedstrijden hebben gekeken van Gent, een paar wedstrijden. Nee. Maar we hadden wel door die ene linksachter, ik ben zijn naam vergeten, die speelde echt heel goed. Ik vond hem heel goed voetballen. Maar Gent speelde wel in een 4-4-2, wat ik toch wel een beetje een rare opstelling vind voor de dag van vandaag. Maar ze deden het toch wel echt heel goed, want ze stonden heel goed gepositioneerd. Maar in de finale... Het zijn nog jonge spelers, die kunnen nog heel veel groeien. Aanpassen van positie. Ja. Oké. Aanval. Ik heb niet echt weinig gedaan, want links... We hebben heel veel. Links, rechts. Jokota, Sonko. Ja. Sonko, Sirdes. Yes. Maar ik weet niet waar het gaat staan, want ik kan op links en ik kan op rechts. Ja. En dan in de spits. Ja. De spits hebben ook eigenlijk genoeg opties. Eén backup optie, Erabi, maar die is nog een tegen geblesseerd. Ja. Van Hamabi, die vind ik echt...
top. Ik had ook nog een andere optie dat ik allez, graag zou komen, maar ook niet echt heel realistisch. Troy Parrott, die nu bij Excelsior speelde, had hij daar in de Eredivisie echt een heel goed seizoen. Ja. Nog steeds van Tottenham, hè? Lift? Ja, nog steeds van Tottenham, maar die, die gaan hem niet gebruiken dat hij bij een van de degradanten van de Eredivisie een heel seizoen heeft. Een heel goed seizoen heeft. Dat is alleen een te hoge stap zelfs. Ja. Maar als je, ik weet niet hoeveel precieze goals had gemaakt bij Excelsior, maar die had er zeker in, denk 15 of zo. Ja. Die 15, 16. Oh ja. Maar daar, bij een degradant is uiteindelijk, zijn dat wel uiteindelijk prima cijfers. Want jij bent dan de main guy voor de doelpunten. Je, er is niets, allee, jullie scoren niet veel, maar jij doet wel bijna al het werk. Yes. Maar dus bij hem, onze aanval, zoals ik dat gezegd, we hebben wel redelijk wat opties. Maar het ziet er naar uit dat we volgend jaar waarschijnlijk een 4-3-3 spelen. Ja, of welke, een 3-4-3. Ja, maar dus met drie van voor. Welke drie zouden jullie er momenteel zetten die aanwezig zijn bij hen? Ja, het ding is dat Franke graag met een creatieve winger speelt en met een explosieve. Like met Trezor, Bilal en bij Gent heb je dat niet echt. De enige creatieve zou ik nog zeggen, Jokota. Maar ik zou, als ik echt puur fit, zou ik Sonko, Jokota en dan Good Johnson zetten. Ja. En Pardo niet? Ja, Pardo, de ding is met Pardo. In de 4-3-3. In de 4-3-3, hij is meestal met twee spitsen. Zelfs met U19 in België speelt hij met twee spitsen. En met flank, ik weet echt niet. Ja, ik vind het ook moeilijk om Pardo in dat systeem te laten spelen, maar ik zou het wel ergens uitproberen. Ja, uitproberen. Jammer voor hem vinden om hem nu zomaar uit je proef te zetten. Ja, dat kun je eigenlijk echt niet maken tegenover hem. Die heeft 7 goals en 3 assists in de play-offs. Dat moet je die wel kansen geven. Maar we moeten wel nog, hopelijk kunnen we dat oplossen met Ementa, zo'n grote spits hebben. Hè? Want de spitsen die we hebben zijn niet. Ja, Ementa is niet echt zo mijn ding, maar. Nee, ik ook, ook niet echt een fan. Beter en twee is die wel. Ja. Maar dus wel zo iemand dat je er zo kunt opzetten. Maar ja, kunnen even dan Kanga ook halen, snap je? Ja. Ja, volgens mij, als je Kanga haalt, is het gewoon als eerste spits. Want je gaat geen 5 miljoen betalen voor iemand die op de bank gaat gaan zitten. Ja, klopt. Ja. Maar we moeten ook opletten dat we niet te veel, uiteindelijk als we een 4-3-3 spelen, dat we niet te veel spitsen hebben. Want met Pardo, Boat Kanga of Ementa. Die loopt er ook niet. Tisudali, die zit zeker niet in mijn plannen. Die is er wel nog steeds. Die is er, maar. Als die zou blijven. Heeft hij zijn contract? Heeft hij dat nog tot 2026? 26 inderdaad. Ja. Dat is nog 2 jaar. Mm-hmm. En ja, als maar ik denk als er een goede bot zou komen van Saudi-Arabië of zo. Ja. Maar die zijn transferwaarde ligt op 6,5 miljoen. Veel. 8 of zo zou toch al een heel mooi bedrag zijn. 6 is al mooi. Ja, 6 is al heel mooi. Ja, die haalt wel echt statistiek in als je daarnaar kijkt. Van Jari heeft hij ook wel echt. Bij hen is hij topschutter en assistkoning. Het ding is, zijn stats zijn mooi, maar als je met je ogen kijkt, dan is het echt niet. Ja. Misschien maar in voetbal draait het uiteindelijk wel ook om de doelpunten. Ja, dat klopt. En zoals ik al zei, zijn contract is ook wel. Als je dat weg hebt, dan zou het echt al mooi zijn. Maar het is dan ook niet in mijn plannen. Nee. Dan zou ik dan liever Pardo als backup spits hebben dan Tisudali dan eerder. Ja. Maar we zouden eventueel Pardo kunnen verhuren, maar ja, dat zou ook wel zo. Ja, ze waarschijnlijk verhuur met een aankoop op. Ja, verhuur met aankoop. Ik denk niet zomaar kunnen verhuren. Ik denk ook niet dat hij dan nog gaat echt willen. Ik denk dat hij ook wel ofwel bij hen wil blijven ofwel stappen wil zetten. Hmm. Hij werd al bijna weggepusht in januari. Ja, ik zou dat wel gesnapt hebben als hij dan was weggegaan. Maar kijk, het is heel moeilijk. Echt wel gepusht is wel ook zo. Maar hij was niet in de plannen. Dat is het ding. Ik vond het wel jammer dat hij zijn kans niet heeft gekregen toen Orban en Kuipers niet in vorm waren. Dat hij geen kans heeft gekregen. Maar we hebben toen wel gewoon we bleven spelen met hun twee. Terwijl dat Orban misschien 4 goals had gemaakt in de Jupiler Pro League. Ja. Dat hij een bankje mag doen. Oké, we hadden toen nog die Tisudali ook nog. Maar we konden hem tenminste nog gebruiken tegen Patro Eisen toen hij in de cup was. Ja, inderdaad. Ja. Hij was volledig gewoon niet in de selectie. Heeft hij bij Jong Gent zelfs meegedaan? Ja, denk ik het wel. Pardo. Ja. Begint het seizoen, denk ik. Maar die speelde daar vaak ook op de right wingback. Ja. Allee, dat is ook zijn originele positie, right? Ja, want bij Jong Gent speelden zij soms nog. We zijn dit jaar ook een paar keer 4-4-2 gespeeld. Zoals onder andere op Lokeren, ik heb gezien. Ja. En toen speelde hij daar op rechts midden en de tweede helft op links midden. Ja. Dus speciaal. Redelijk polyvalent wel ook. Ja. Ik heb hier even een update over Mokyo. Matte Moreto, toch wel een betrouwbare Spaanse journalist, zou zeggen dat het definitieve antwoord van Mokyo zijn toekomst begin volgende week zal worden verwacht. Maar dan er ook. Nog altijd Premier League en Eredivisie clubs.
op de loer zitten om hem te rapen. Als hij zou willen vertrekken, ja, Eredivisieclub, Ajax, PSV, zoals je zei, keukenkampioen divisie, Jong. En als je kijkt hoe vaak dat ze effectief die jongens van Jong, PSV of Arends doorpushen naar het eerste, is het ook wel. Ik wens hem het beste, maar ik hoop niet dat het een Stanis 2.0 is. Ja. Vrees ervoor. Ja. Ik denk dat wel... Een update, maar eigenlijk geen echte update. Eigenlijk geen echte update. Eigenlijk zoals altijd al. Eigenlijk dingen die we al wisten. Ja, Stanis kon nog deze winter naar ons gekomen zijn, hè. Ja, en nu zit hij... Sevilla, vierde klasse, tweede elftal. Ja. Mooi weertje. Ja, nou wel. Ja, mooi weer, maar ja. Hij was echt gelinkt naar Gent, Anderlecht, maar... Ja. Ik hoopte dat zo hard, want ik hoopte echt op... Zo'n comeback en dan zo echt zo heel goed spelen. Als hij samen ging spelen met Fofana, zijn we de winter eindigd zonder Fofana. En ook hem niet. Ja. Dat zou echt mooi geweest zijn. Dat zou echt een iconische celebration zijn met hun twee. Ja. Dat zou echt top zijn. Maar kijk. Wat is jullie visie voor volgend seizoen, jongens? Hopelijk play-off 1. Ja, nee, dat moet wel. Ja. Wat verwachten jullie? Ja. Objectief. Is dat play-off 1 terug met 4? Ja. Het is te zien wat dat... Als play-off 1 is met 4, zie ik het niet goed komen. Uh-huh. Met 6 wel. Met 6. Ja. Maar ik denk dat nu, als doelstelling, zou ik pushen naar, zou ik zeggen, top 4. Ja. Maar gewoon zo... Sowieso play-off 1 eigenlijk. Ja, eigenlijk sowieso play-off 1, maar gewoon wel... Als echt zo... Niet minimaal, maar zo wel gewoon... Denk van, dit moeten we behalen, is top 4. Dan echt... dan meer vierde plek of zo, net vijfde. Ja. En wat vinden jullie van de nieuwe structuur van Gent? Jij was mee naar de persconferentie. Ja, naar persconferentie. Ik weet niet als Elijah het ergens een beetje heeft opgevangen, hoe dat het werkt. Ik heb het gelezen, maar... Met sports en non-sports manager. Ja. En dat eigenlijk alles in... Want het woord consensus wordt de hele tijd gezegd. Dus door die van Club Brugge die naar... Ja, Kjeldvoort. Ja. En dat we eigenlijk echt dus... Dat ze blijkbaar niet één iemand beslist, dat ze echt altijd in groep beslissen. Dat is goed, lijkt me. Ja. Blijkbaar gebeurt dat vrij weinig in de voetbalwereld. Dat mij wel verbaast. Ik zou dat wel eigenlijk standaard vinden, moest dat gebeuren, zo'n beslissing in groep. Maar je moet wel opletten dat je niet met te veel man bent om zo'n beslissing te nemen. Want anders ga je te vaak in de clinch liggen. Van, gaan we dit... Eén iemand is daar tegen en dan valt het hele plan in het water. Ja, het is ook te zien... Moet iedereen akkoord zijn vooraleer het gaat? Of werkt je met zo'n 60%, 40% regel? Ja. Dus, ik denk dat het gewoon best met 3 mensen is. Dat is meestal het beste voor zo'n beslissing. Ja, want zoals Michael zei, als je met veel mensen bent, als er 2 nee zijn en 7 ja. Dus eigenlijk zou het gewoon moeten zijn Vidarsson, Baro natuurlijk en Franke. En dan hebben zij onderling ook nog een technische staf, rechterhand en zo. Mm-hmm. En dan kunnen zij nog onderling beslissen. Loisie. Maar Loisie is adviseur. Dus, ja. Maar hij heeft dus geen bureau meer. Loisie. Nee, geen bureau gewoon Baro kan daar hem bellen en dan gewoon advies geven. Hij staat niet meer op de loonlijst. Dat is eigenlijk wel goed, vind ik. Nee, zo hoort het eigenlijk. Ik vind dat mooi. Allee, van mij mag hij altijd een abonnementje krijgen en mag hij komen zitten, want we hebben toch genoeg plaats. Oké, kijk. Dus we hopen op een top 4. Laten we het daarop houden. En met die... Want ze willen die play-offs weer al eens veranderen, maar is al voor dit, voor aankomend seizoen of het seizoen daarop? Voor dit, voor komend seizoen, denk ik. Hè. Dus echt de enige competitie die elk jaar verandert. Ja. Als je play-offs wilt doen, doe het dan bijvoorbeeld gelijk in Oostenrijk of zo. Gewoon geen puntenhalvering. Ja, maar dat hebben we, geen halvering. Ja, dat mocht wel. Daarvoor schoot ik wel in dat Baro daarvoor stand ervan was. Want normaal gezien, Gent is wel iemand die altijd zegt van puntenhalvering, we moeten dat houden. En nu zei Baro... Ik ben voorstander om punthalvering te gaan. Ja, want je creëert gewoon zo... hoe zou het zijn? Zo vervalste zo emoties. Want iedereen ligt zo dichterbij. Dat is goed voor tv, maar... Is het eerlijk? Ja, het is wel echt zo. Als het niet was, was Union al 2 keer kampioen of zo. Inderdaad. Over hervormingen van competities gesproken, ik denk dat wel volgend jaar... nog een betere kans is om eens ver te raken in de Conference League. Ja. Als we zien wat Club Brugge dit jaar heeft gedaan, en er zijn dus volgend jaar geen vangnetten meer vanaf de competities. Nee. Dus eigenlijk iedereen die aan de Conference League start, tussen al die ploegen zit een mogelijke winnaar van de Conference League. En als je daar nu zo een beetje naar kijkt, oké, er zitten wel een paar ploegen tussen die dat beter zijn dan ons. We zullen de pot er keer bij halen. Maar het is dus heel vaak in de Conference League dat eigenlijk de ploegen die uit Europa League zakken, die de uiteindelijke winnaar zijn, of die wel ver geraken. Maar dat gaat dus dit jaar niet meer zijn. En als je ziet hoe ver Club Brugge dit jaar is kunnen geraken, is dat ook wel iets dat ik vind dat Gent misschien wel eens een zin om mag opzetten. Want een halve finale Europees, dat zou
Allee. Ik denk van de toplanden Gent is moet top 15 halen in de competitie. 15. Mm-hmm. Ja. Eerst op de 15 speelt. Die gaan rechtstreeks. Ja, die gaan rechtstreeks. En dan zijn er nog eens een paar die onderling nog een keer tegen elkaar spelen. 15 tot 25 spelen. Ja. Ja, het is echt, ik snap niet waarom dat ze dat altijd aanpassen. Want ik ben geen heel groot fan van het systeem, maar het ziet er nog savant uit. Het is gewoon meer wedstrijden en denk 7, 8? Dat ook, ja, 7, 8. En je kunt niet uit en thuis spelen met dezelfde ploeg. Ja, het is gewoon... Ja. Je speelt, we kunnen bijvoorbeeld Chelsea Lotte thuis op Stamford Bridge. Maar je kunt niet uit. Ja, dat kun je niet uit. Het staat er niet eens in, dus deze klopt. Ja, maar het is... Maar ja, alle ploegen moeten nog meegeteld worden. Die van Champions League helemaal zakken. Ja. Europa, dat, is, dat is de enige competitie die je niet zo kan weten. Van, deze gaat tegen de deze mooi. Zijn, ja, want er kan heel veel gebeuren. Ja, moet je nog voor ons spelen, want Conference League is ook de enige competitie waar je niet kunt rechtstreeks voor kwalificeren. Nee. Dat bestaat niet. Rechtstreeks, je kan naar Conference League. Altijd, je moet altijd één voorronde winnen. Ja, maar ja, ik ben wel... De Conference League vind ik wel een goede league. Zo voor gelijk ons. Mogen we toen bij West Ham een mooi avontuur beleefd. Mm-hmm. Gewoon, dat ook, was ook bijvoorbeeld toen dat we eruit vloeien tegen PAOK. Dat was zo Conference League. Mm-hmm. Yeah. Het was wel zo steeds... het zijn zo... het zijn makkelijker ploegen op papier, maar uiteindelijk is het wel vaak gewoon stug. En dat is wel gewoon zo leuk. En ook gewoon de plek, bijvoorbeeld, laten we niet overdrijven, van zo Kosovo of zo, zo'n Drita of zo, dat je dat tegen moet spelen. Maar... Ja, de groep van vorig jaar, zo'n Ierland, Zweden. En wat was het nog? Zweden, Noord-Ierland. Nee, Ierland en... Vorig jaar. Ja. Dat waren zo Kazachstan toch? Dat was toch... Nee, dat was al de... Was Ierland. Mulden. Gilgaden, Shamrock Rovers en Mulden. Ja. En snap je, dat zijn zo van die leuke dingen. Maar je kan en nog steeds niet eerste haalt in de groep. Dat is gewoon typisch. Dat is gewoon typisch. Maar je kan hebben gelijk... Dit jaar. Ja. Zo, Oekraïne, dat speelt geen Polen. Moet je rennen voor een vulkaan. Kijk naar welke ploeg dat Club Brugge dit jaar heeft gehad. Die hebben ook echt heel mooie matchen gehad. Dus je moet een beetje chance hebben en dingen in Spanje. Ja, en uiteindelijk, hoe verder in de affiches, verder in de kwartfinales, de ronde van 16. Volgend jaar wordt de Conference League finale gespeeld in Polen. In Wrocław. Ja. Een stadion van 42.000 man. Dat moet je wel kunnen vullen als ze er raken. Nee, jongens, kom op. Maar die affiches ook in de verdere ronde zijn ook wel zo eigenlijk gelijkaardig. Bijvoorbeeld, had Brugge-PAOK. Je kunt daar zo niet per se zeggen van, die gaat door, door. Vriend Boet heeft Fiorentina. Ja, je kunt bij geluk wel erdoor. Zoals bijvoorbeeld twee jaar ervoor ook. Ze hadden toen ze in de finale zaten met West Ham, hadden ze lastig tegen Lech Poznań bijvoorbeeld. Dat ze in de laatste minuut moesten... Olympiakos had ook wel mooie ploegen. Licht? Olympiakos. Ja, Olympiakos die dit seizoen hebben gewonnen. Union had Frankfurt, daarna Fenerbahce. Ja. Dat was ook wel mooie affiches. Echt goed maar dit jaar waren veel echt goede ploegen in de Conference League, naar mijn gevoel. Maar volgend seizoen wat minder. Chelsea. Ja. Voor wie zou je supporter in lezen? Chelsea, Chelsea. Maar het ding is, je hebt bijvoorbeeld Chelsea van Spanje, weet ik niet wie dat Real Betis en Frankrijk. Oh, dat zou leuk alweer zijn van Real Betis. Ja. Italië, weer al Fiorentina, want ken je, ze spelen in Conference League. Dat is allemaal pot aten, dus die kunnen we nog niet krijgen. Nee, je kunt die looten, hè. Ja, je kunt die loten. Je kunt die loten één keer. Je speelt niet heen en terug met elkaar. Speel je sowieso iemand uit je eigen pot? Speel zeven wedstrijden. Ik dacht dat je 6 wedstrijden speelt. Dat je gewoon telkens uit één pot, maar dat je niet uit jezelfde pot Maar je kunt bijvoorbeeld Fiorentina away, maar je kunt hem niet terug home. Ja, dat weet ik. Ja, dat is echt rot. Ik vind het wel interessant. Ja, maar ik vraag me wel af van... Dat kan dus eigenlijk wel, dat is puur toeval, maar misschien kan dat niet volgens de regels. Maar kan dat dus dat hij alle wedstrijden thuis speelt? Nee. Je speelt er sowieso... Sowieso 4.000, dacht ik. 4.003 uit. Maar dan kom je toch gewoon op het einde kom je toch niet aan je rekening? Als al je ploegen 4.003 uitspelen... Of kom je op het einde van de rekening. Spelen 4 uit. En dat is gewoon zo, loting allemaal. Ja, en eigenlijk sowieso 3 uit en 3 thuis. En dan de ene is... Ja, is nog gewoon een van de twee. Toevallig. Ja, waarschijnlijk in Israël of zo, dat je zo thuis speelt of zo. Ja, maar dat hoop ik echt dat je niet meer hebt. Zo, dat je spelen in zo'n ander stadion. Land. Mm-hmm. Dat is, dan ik hoop gewoon dat je weer van rekening houdt van als je uit dan speel gewoon dan thuis. Ja. Snapte? Ja. Dat is echt zo in Servië of in Hongarije. Allee, in Hongarije was tenminste van er mogen fans komen of zo. Dat was ook Budapest. Maar toen Servië, dat was middle of nowhere. Geen toeschouwers. Ja. Dat is 10 keer niks. Okay. Toen hadden we ook eigenlijk ook echt op de laatste speeldag gechoked, maar daar gaan we het over niet hebben.
Ja, we gaan dat proberen vergeten. Dat is gewoon Gent, van alles proberen vergeten, pijn vergeten. Ja, ik ben heel benieuwd naar volgend seizoen. Ik denk wel dat we met Franke een goede coach hebben. Alleen in het begin was ik heel sceptisch over Franke. Maar eigenlijk is hij ondertussen wel gezakt en ben ik wel blij met hem. Ik weet dat er hier aan tafel mensen zijn die niet zo blij zijn met Franke. maar kijk, daar ga ik niet over uitspreken. Maar ik denk gewoon dat Gent in het algemeen goed aan het evolueren is naar... Ja, de absoluut. Top van België. Ik zeg nu niet dat we elk jaar kampioen aan spelen. Maar ik hoop wel dat we elk jaar mee doen, proberen te doen met de prijzen. En ik denk wel dat zeker met Vidarsson als sportief directeur dat heel goed gaat werken. Het is zijn tweede job als sportief directeur, maar die man heeft ontzettend veel ervaring en ontzettend veel connecties. En IJsland zijn sowieso, en Scandinavië zijn sowieso grote poules van talenten. Er worden daar niks voor niks transfers uitgedaan door topploegen. Ik heb ook het gevoel dat Baro en zo wel het beste voor hebben met Gent. Als je ziet wat er allemaal aan het veranderen is, je kunt heel andere eigenaars bij je club krijgen dan wat Baro nu aan het doen is. Al is Baro niet de grote geldschieter, wat we misschien niet direct nodig hebben, maar oké. Okay. Ik heb het gevoel dat hij wel echt het beste voor heeft met Gent en dat hij wel echt iets moois wil bereiken met Gent. En er zit ook wel een idee achter, wat ik belangrijk vind. Hij is er mee bezig. Exact. Kijk, dan wil ik nog wel iets aanhalen om daarop in te spelen. Een van die voorbeelden dat ik toch wel vind van wauw, met dat die persoon voor onze club komt, wil toch wel iets zeggen. Dat vind ik geld voort. Want die man heeft heel veel grote dingen bij Club Brugge gerealiseerd de laatste paar jaren. Die heeft onder andere heel veel meegeholpen met de transfer van Thiago. Dat ook wel veel al zegt. En het feit dat hij naar Gent komt, wat eigenlijk toch wel gek is. Terwijl dat hij wel van de Gent is, by the way. Hij is van de regio van Gent, had ik opgezocht en had ik gevonden, denk ik. Welke functie krijgt hij precies bij Head of Recruitment, dacht ik. Ja, die helpt dus met scouting en... En hij wordt eigenlijk een van de main guys, hè. Main guys. Helpt een beetje met van alles. Kijk, Kjeldvoort, ik ken een hele goede scout. Ik ken er eigenlijk twee. Ze zijn al twee van de regio en zoals jullie zien, ze hebben jullie huiswerk al gemaakt. Je kunt ze contacteren. Hè. Join de Discord. Link maar je ziet wel dat Baro zijn rebuild wel echt top is. Ja. Hij heeft echt een plan. Ja, want hij had al niks bijna. Uh-huh. Hij heeft de scouting veranderd, recruitment veranderd, sportief directeur ook veranderd. Ja. Het kon ook, zoals Seppe zei, helemaal anders als het draait hem, dat zo een olieshaker gewoon van zijn eigen mensen heeft. Was een eigen, toch? De eigenaar van Bournemouth? Of? Ja. Een Amerikaan, hè? Ja, een Amerikaan die dacht, zusterclub. Ja. Sally voor daarmee. Ik ben eigenlijk echt heel blij dat we dat niet hebben gedaan. Allee, we zouden heel veel meer geld hebben, hè. Maar ja, het is een zuster. Dan zet je de identiteit van de club kwijt, dat ze gewoon eigen mensen meebrengt. En dan, ja. Inderdaad. Kijk, en er is ook iemand uit de regio? Ja, hij is van Evergem van die kant. Ja, dus dat is ook gewoon dichtbij huis. Ja. En ik vind het ook wel zot, omdat die man kende zo weinig van voetbal en nu... Komt hij daar op de persconferentie, want die sprak zo confident over alles. Ja, inderdaad. Die was, en die wist ook zo van alles, van wel iets. Dus dat is wel heel mooi. Mediatraining. Mediatraining. Hij weet wel hoe dat hij moest spreken. Ja, inderdaad. Hij heeft ook een HR-bedrijf, dus ja. En zal wel kunnen spreken. Kijk, ja, Baro moet altijd een keer op de podcast komen. Dat zou wel zot zijn, maar ik denk niet dat dat realistisch is. Oké, kijk. Ik kan nog één ding vragen aan jullie, voordat we afsluiten. Noem drie spelers op die Gent sowieso moet kopen dit seizoen. Realistische spelers, dus niet gaan zeggen Mbappé, Bellingham. Vinicius. Maar zo het meest nodig. Ja. Zo echt zo drie talenten dat jullie kennen van, die moeten halen. Het moet nog realistisch blijven ook. Dat mogen er ook zijn die al gelinkt zijn. Hè, Ik zou zeggen Samuel Dal van Dungarden, die rechtsachter. Ja, Dal, Center mid, ik had Mukau of Piet Voort van Westerlo. Ja. En een 10, want daar hebben we ook nog Isaac dan. Ja, Isaac, ja. Ja. En dan bijvoorbeeld op middenveld, Boyd, in plaats van Mukau en zo, De Lorge of zo. Ja, maar dat is ook niet echt meteen realistisch, maar bon. Ja, het kan wel, hè, want Feyenoord. En Samuel Daal. Maar ja, die werd ook al een betere ploeg, ook dacht ik, Serie A. Ja. Maar die zou ik ook wel gewoon algemeen graag willen zien komen. Maar zowel zeker de rechtsachterpositie en Agent achter, Sonko. Dus twee posities dat we sowieso moeten hebben. Allee, bijvullen, aanvullen. Gewoon een basisspeler daarvoor nodig hebben. Oké, kijk.
Het was het al. We zijn een uurtje bezig geweest, meer dan een uur. En we hebben toch wel heel veel moeilijke namen gedropt. Geen paniek, lieve luisteraars. Zoals jullie zullen gezien hebben, of zullen gehoord hebben, zal ik op het scherm de foto's en statistieken bij editen van de namen van de voetballers die jullie hebben gezegd. Want ik hoorde het vaak donderen in Keulen, toen jullie namen zeiden. Dus we gaan er wel een beetje helpen. Vond je deze aflevering leuk? Laat het zeker weten. Want dit is wel misschien een iets technischer aflevering. Dit is niet voor iedereen geschikt, want het gaat wel echt in detail over namen en voetbaltalenten. Laat het zeker weten. Kijk, ik bedank Michael en Elijah om te komen. Hopelijk komen jullie nog een keer langs op de podcast. Want Elijah, ik heb wel gezien, sinds dat hij bij BBB zijn geweest, dat hij wel een podcasttour hebt gemaakt. Ja, dat wel. Ik dank zelf zijn ja, niet gelanceerd. Ja. Start from the bottom. Ja. Hey, wij zijn geen bottom meer, hè. Kom op, man. Kijk, en ook bedankt, Seppe. Om mee de podcast te hosten. Bedankt ook om mij te vragen. Naast hier twee professionals. Vond ik het een eer dat ik er ook voor werd gebruikt. Kijk, en ik ga deze podcast op mijn gemak editen, want we hebben een pauze van een maand en ik ga die ongeveer in het midden laten komen. En we weten, komt er een transfer in? En dan kan ik zeggen van, kijk eens, die twee mannen hadden al gezegd dat jullie dat die ging komen. Oké, kijk, bedankt om te luisteren. En tot volgend seizoen. Yo. Ciao.